De grens tussen Suriname en Guyana zal nog deze maand worden opengesteld voor cargo- en personenverkeer. Dat is het streven van minister Albert Luwitana van Transport, Communicatie en Toerisme en zijn ambtscollega van Guyana. Op bilateraal niveau is volgens de minister besloten dat de Guyanese regering de veerboot MB Sandaka zal inzetten voor de heropening van de grens. Er is ook gesproken over het quarantainebeleid voor wanneer het personenverkeer weer toegestaan is tussen de twee landen. Een ander aandachtspunt vanuit Guyana is ook geweest dat wij een quarantainebeleid hebben en dat beleid hebben zij niet. Voor hun is een PCR-test al voldoende en voor ons is dus dat we minimaal hier een aantal dagen in quarantaine gaan, degenen die naar Suriname komen. Daar hadden ze enig bezwaar tegen. Maar met collega minister Volksgezondheid en ook BUSA hebben we dit ook uit de wereld kunnen helpen, of althans kunnen zodanig kunnen bespreken dat onze buurgenoten, zeg maar, dat wanneer ze hier komen, dat het beleid ook daarop is gebaseerd. Want het zou ook niet fair zijn dat wij, de Surinamers, wanneer wij gaan naar Guyana, zijn een aantal bedrijven hier die gevestigd zijn in Guyana. Het zou niet fair zijn dat hun daar direct hun zaken mogen doen en de Guyanese, wanneer zij hier komen, een aantal dagen in quarantaine. Dus dat was een aandachtspunt, maar dat is ondertussen ook al besproken. De minister zegt dat de Kanawaima nog niet kan worden ingezet, omdat het Surinaamse veerboot voor reparatie naar de droge dok bij de Surinaamse dok- en scheepvaartmaatschappij SDSM is gebracht. De kosten hiervan zullen volgens de minister door beide landen betaald moeten worden. De kosten die moeten gedeeld worden, dus zowel de boot van Guyana als de boot van Suriname. En de staat Suriname staat garant voor dat deel, waarmee wij moeten inkomen. En dat is de status. En in die tussentijd kan het ook zijn dat onze boot hier eerder ready is. Dan wordt de Sandaka vervangen. Of althans onze boot ingezet. En de Sandaka terug naar de normale operations in Guyana. Minister Albert Luwitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij sprak enkele journalisten woensdag voor aanvang van de raadsvergadering.